doe ook een gewone job. En ja, 3 dagen in de week momenteel. Als natuurgids in een stedelijke instelling. Dus dat natuurgidsgedeelte is heel leuk. Stedelijke instelling, dat is soms echt die traagheid, die logheid van vergaderen, van ook met arbeiders dingen uitgelegd krijgen dat ze niet willen begrijpen, want ze zijn daar om tegen te werken en niet om samen te werken. Dus dat is heel vaak wel eens frustrerend. En dan, luister, dan zeg ik in mijn hoofd, Japji. En dat helpt enorm. Dat helpt om eigenlijk een spirit zelf op plaatsen waar dat er niemand anders weet dat jij daarmee bezig bent, om zo'n lichtje brandende te houden en eigenlijk te zorgen dat er toch een bepaalde verbinding ontstaat, een bepaalde, ook een bepaalde eerlijke afstand zo, van waar je kijkt. En dat je zo ergens heel erg verbonden blijft met dat aspect van ik ben de doener niet. Ik ben niet degene die het hier zal manifesteren. Ik moet mijn ego niet te veel in de vergadering brengen of gaan strijden voor mijn gelijk. Of zo. Dat vind ik een van de grootste krachten van de Japji.